...wolkenvelden en zon vanmiddag boven ons land. Op de plaatsen met wat dikkere bewolking viel wat lichte regen of motregen... ...en op een enkele plek regende net eventjes wat steviger door. Maar vooral in het zuiden, maar ook in het noorden van het land... ...brak de zon af en toe door en was het eigenlijk best aardig weer... ...met niet al te veel wind. Die neerslag die uit de dikkere bewolking viel, die zien we hier op de radarbeelden van de afgelopen uren. Met name in de provincie Flevoland, maar ook in delen van Gelderland en Overijssel kwam het tot buien. Lokaal viel ook wat lichte regen of motregen, maar dat is helaas te fijn voor de radar om mooi te kunnen laten zien. De buien gaan uiteindelijk geleidelijk aan verdwijnen. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog. en zijn er een aantal opklaringen, maar merendeel zal het bewolkt zijn. En de temperatuur die ligt daarbij rond 5 graden. En daarbij waait een meest matige westen- tot noordwestenwind. Windkracht 3 of 4. Komende nacht is het dan grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt daardoor niet heel veel verder dan 4 tot 7 graden. En daarbij blijft het matig waaien. Heel lokaal dat er misschien een spatje lichte regen of motregen valt. En de grootste kans daarop is in het binnenland. Morgen is het dan met name in het binnenland tamelijk bewolkt, wat lichte regen of motregen is niet uitgesloten. In de kustprovincies zal de zon zich af en toe laten zien, en de kans daarop is het grootst in het noorden van het land. Het is wel vrij zacht voor de tijd van het jaar, met 7 tot 9 graden. En net als vandaag waait er een matige westen tot noordwestenwind, windkracht 3 of 4. De komende dagen blijft het dan vaak bewolkt. Woensdag is het dan nog grotendeels droog en zacht met 8 tot 10 graden. Donderdag wordt een onstuimige herfstdag. De zon krijgen we dan ook niet of nauwelijks te zien. In de loop van de dag gaat het van het westen uit stevig regenen en daarbij waait het aan de kust ook nog eens flink. Met soms misschien zelfs eventjes een stormachtige wind met kans op zware windstoten. Maar ook dan 8 tot 10 graden. Vanaf vrijdag gaat het weer toch beduidend uit een ander vaatje tappen. Het wordt dan een stukje kouder, overdag een graad of vijf. En daarbij kunnen een aantal buien vallen, tussendoor de zon. En bij die buien is er ook kans op winterse neerslag. De wind neemt een kracht af en draait naar het westen, maar blijft vooral aan zee nog flink vlagerig. Als we gaan kijken naar de verwachting voor de komende periode, dan is te zien dat de kans op vorst vanaf vrijdag toch behoorlijk begint toe te nemen. Met name ook in het begin van volgende week, dan is de kans op een vorst vrij groot. Een aantal van die berekeningen die we met vorst komen, dat heeft te maken met dat de modellen rekenen met een virtueel sneeuwdek. Want er, is, er komt zondag op maandag een storing langs, die in enkele berekeningen wat sneeuw laat achterlaat. In de berekeningen waar dus de sneeuwdek boven Nederland ligt, wordt het dus kouder. En dan is het ook zo dat het gaat vriezen in het model daarna. Dat laat dus ook het model hier zien, de kansberekeningen, waardoor dus de kans op vorst toenemen. De maximumtemperatuur lager dan 0, ja, dat lijkt nog eventjes wat verder weg. De kans op een ijsdag zoals we die afgelopen zaterdag hebben gehad, die is nogal vrij minimaal. Maar mocht het net als afgelopen zaterdag op een bepaalde plek in de koude lucht erg mistig zijn, of mocht er een sneeuwdek aanwezig zijn, dan sluit ik het niet uit. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl